was een stoel. Reun Bergmans zoon verdiende steeds zijn brood en loon. Reeds 30 jaren lang had hij een goede baan, maar vrede noodlot zou toe gaan slaan. Reeds 30 jaren lang had hij een goede baan, maar vrede noodlot zou toe gaan slaan. Doch dat moment vergeet hij niet, want zijn baas die ging failliet. Hij kwam toen eenzaam thuis als een gebroken man, omdat hij niet meer werken kan. Hij kwam toen eenzaam thuis als een gebroken man, omdat hij niet meer werken kan. In onverval, met bruut geweld. Daarvan kreeg hij veel spijt, maar dat had geen zin. Hij ging voor jaren de baaiers in. Daarvan kreeg hij veel spijt, maar dat had geen zin. Hij ging voor jaren de baaiers in. Hij denkt de mens beoordeelt mij als paria der maatschappij. Al voelt men nu voor mij alleen nog maar haat en hoon, toch blijf ik altijd een Bergmans zoon. Al voelt men nu voor mij alleen nog maar haat en hoon, toch blijf ik altijd een Bergmans zoon.